De onderwijsakte, die momenteel wordt afgebouwd door het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, hoort niet thuis in de nieuwe stijl. Dat zegt minister Robert Pennu als reactie op de vraag waarom deze opleiding wordt afgeschaft. Het afbouwen van de onderwijsakte is reeds gestart. Zo zijn er geen nieuwe inschrijvingen meer aangenomen voor het eerste jaar. Pennu is van mening dat deze veranderingen noodzakelijk zijn om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Laat me dit zeggen aan de samenleving. Als iedereen het weet, zijn we al begonnen met de pedagogische instituten in een nieuwe stijl. We weten dat de avondopleiding voor de onderwijsakte in de oude stijl was. Wij hebben gezegd dat de mensen die nog op de onderwijsakte zitten, kunnen gewoon de school afronden. Maar de nieuwe inschrijvingen doen we niet. En de bedoeling is dat we de opleiding die in de ochtend wordt aangeboden voor de pedagogische instituten naar de avondopleiding willen trekken. Natuurlijk moeten er wat modificaties komen en daarmee zijn we nu bezig. Wat gaat met de nieuwe inschrijvingen gebeuren? De nieuwe inschrijvingen hebben we even aangehouden, omdat als je de nieuwe inschrijving zou doen, betekent dat je nog de bestendigheid wil van de oude opleiding. En wij hebben al een nieuwe opleiding geïntroduceerd met een modulair systeem. En dat willen wij in de avond ook gaan introduceren. En daardoor zijn we nu bezig exercities te maken daarvoor. De bewindsman zegt verder dat de leerkrachten goed worden voorbereid op de nieuwe ontwikkelingen. Alleen met medewerking van hen kan het Surinaams onderwijs omgezet worden in een competentiegericht onderwijs, zegt Pennu. Ook gaat hij in om de communicatie tussen docenten en het MINOF. Onderwijs is aan verandering toe. Er zijn nieuwe technieken van doseren. We weten allemaal de oude methode van docentgestuurd onderwijs. We zijn nu bezig met de nieuwe methode van competentiegericht onderwijs. We zijn bezig binnen de nieuwe systemen van de lerarenvorming, het stagegebeuren en de stageinhouden meer vorm te geven. We zijn bezig ook binnen de nieuwe opleiding van het pedagogische instituut en de opkomende leerkracht beter voor te bereiden op de leermethodes en we moeten uiteindelijk gaan aanpassen. Er is altijd communicatie en laat me even vertellen aan de samenleving, want je hoort nogal een vervelend fenomeen in de samenleving. Alsof leerkrachten klagen over de reken- en taalmethode op de basisscholen. De meningen zijn vrij verdeeld onder de leerkrachten. Sommige leerkrachten zeggen ze vinden het een fantastische methode. Anderen zeggen dat het aanpassing geniet, maar wat de mensen zeggen, de leerkrachten die aangeven dat de methode fantastisch werkt, die zeggen, minister, als je de handleidingen leest die we hebben gehad, dan is de methode te doseren. Ik denk dat wat er nu speelt, is dat leraren de essentie moeten kunnen halen uit de leerstof, wat precies belangrijk is voor die leerling. Minister Robert Pennu van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur over de opleiding onderwijsakte die vanwege de nieuwe stijl van ons onderwijs wordt afgebouwd.